De olieprijs is de afgelopen tijd hard opgelopen in reactie op de onrust in het Midden-Oosten. Nu de benzineprijzen boven de 1,5 euro uitstijgen, rijden steeds meer mensen een blokje om voor de goedkoopste literprijs. Onbemande benzinestations doen het daarom goed. Het scheelt zomaar een dubbeltje, of 10 cent. Ja, vroeger was het natuurlijk bijna de helft. Je merkt het echt wel in je portemonnee. Nederland heeft de hoogste belastingdruk op brandstof in de wereld. 2/3 van de literprijs gaat naar de overheid. Oh, ik hoop ook om naar Duitsland te rijden nou. Ja, de prijs is gewoon schandalig hoog hier in Nederland. Daar gaat niet eens meer over. Weet je ook waardoor dat komt? Nou, laten we eerst beginnen over het kwartje van kok. Ja, en dat verder duurste zijn in Europa. Nou, dat kan nog even meer af. Dus een euro-exchange. Nou, dat mag zeker 50 cent af. Er zit veel belastingen, accijns, dat soort dingen op. Dus dat mag van mij wel verminderd worden. Als ik kan, ga ik vaker met de fiets, ja. Ja? Ja, naar het werk, ja. Ik hou er wel rekening mee. Nou ja, ik ben nog van de tijd dat je voor 25 gulden ging tanken. Hè. Dat werd dus echt voor een geeltje tanken. En dan kon je nog 2 weken meer rijden, dus ja. En voor degenen die niet op de fiets naar het werk willen, blijft het met deze wisselende prijzen zoeken naar het goedkoopste tankstation.